Welkom bij een nieuwe aflevering van Passie naar Droombaan. Fijn dat je weer kijkt. Als topsporter wil je natuurlijk topprestaties leveren en is de sport alles voor je. Maar het behalen van een diploma is natuurlijk ook erg belangrijk. En daarbij kan een topsporttalentschool jou goed op weg helpen. Nou ja, je raadt het al, ik ben op een school en ik ga even vragen hoe ze dat doen. In Van Passie naar Droombaan laten we je vandaag kennis maken met droombanen in het onderwijs en topsport. Je zou het misschien niet zeggen, maar dat is tegenwoordig een prima combinatie. Zo, wie had dat ooit gedacht? Ben ik weer op school? Ja, inderdaad. Maar jullie zijn niet zomaar een school. Jullie zijn een topsporttalentschool. Topsporttalentschool, ja. Ja, een topsporttalentschool is een school in het voortgezet onderwijs. Mm-hmm. Voor leerlingen, maar ook voor talentvolle sporters vooral. Die hun sport, hè, hun doel willen bereiken in de sport en daar een passie voor hebben. En dat willen ze dan combineren met het onderwijs. En wij mogen hun faciliteiten bieden, waardoor ze dat dus ook goed kunnen doen. Maar hoe combineer je dat dan? Heel veel sporters trainen onder schooltijd. En dat betekent dus dat het consequenties heeft voor het individuele rooster van de sporter. Dus dan gaan wij kijken van oké, wanneer train je, welke uren mis je en hoe kunnen we dat aanpassen, zodat je toch je training kunt volgen en ook gewoon je diploma uiteindelijk hier kunt gaan halen. En hoe gaat het dan als het bijvoorbeeld even niet zo lekker gaat op school, maar het gaat wel heel goed met de sport? Met de sport? Ja. Nou, meestal is het zo, dat is heel apart, maar dat het altijd uitwerking heeft één op het ander. Dus als het niet goed gaat in de sport, zie je het vaak ook terug op school. Dus meestal is het op twee fronten gaat het heel goed of op twee fronten gaat het niet zo goed. En mocht daar toch wat disbalans in zitten, dan gaan we in overleg met ouders, met de sporter, met eventueel de trainer. Mm-hmm. Om te kijken dat we misschien tijdelijk wat trainingen eraf moeten. Of misschien dat er juist een nieuw plan van aanpak op school moet komen. Maar is het dan ook zo dat iedereen die als topsporter binnenkomt ook daadwerkelijk de top behaalt? Nee, zeker niet. Sterker nog, ja, heel jammer. Maar ja. Nee, dat is maar voor een enkeling weggelegd. En wij denken altijd maar zo. Degenen die de top niet bereiken, die hebben wel zoveel ervaring opgedaan. Leren omgaan met winst en verlies, doelen stellen. Dat geeft ze zoveel meer, ook voor in de rest van hun leven, dat we dat al mooi vinden om ze dat mee te kunnen geven. Ja, daar mogen ze echt al wel trots op zijn. Ja, ja. Maar wat is er nou heel erg anders ten opzichte van andere leerlingen? Ja. Deadlines of zo? Wat daar, een topsporter heeft gewoon minder tijd, hè, want die steekt veel meer tijd in de sport. En die moet dus ook veel beter plannen. Mm-hmm. Dus in vergelijking met een andere leerling moet een topsporter veel meer in zijn structuur werken. Ja, maar je weet dat ik hier vandaag eigenlijk ben voor Enzo. Dat klopt. Ja, die kunnen we eventueel bovenop gaan halen. Want hij zit nu toevallig in die ruimte te werken. Nou, laten we dat dan even gaan doen. Ja, super. Welke kant gaan we op? We gaan die kant op. Oké. Doeja gaat op bezoek bij Enzo. Hij is gewichtheffer en heeft al zilver gehaald op het EK jeugdgewichtheffen. Als jonge topsporter is het niet altijd makkelijk om je school met je topsporttraining en ambities te combineren. Laten we eens kijken hoe dat in praktijk gaat. Hard aan het werk, zie ik. Ja. Hi, ik ben Doeja. Enzo, ik weet helemaal niets over jou. Ik weet alleen dat jij onze hulp nodig hebt. Oh. Dus kun je beginnen met je voor te stellen? Ik ben Enzo Keurgen. Ik ben 16 jaar oud. Mm-hmm. Ik doe al sinds mijn 8e gewicht heffen. En ik heb afgelopen september zilver gewonnen op het EK Jeugd. Wauw, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Nou, hoe gaat het op school? Hoe gaat het combineren met het sporten samen? Ja, gaat goed. Ik heb mijn eerste 2 jaar van de middelbare school op het Montessori College Kwakkenberg gedaan. Mm-hmm. En toen ben ik naar deze school gekomen om mijn topsport nog beter te combineren met school. Oké. Nou ja, wij gaan natuurlijk voor jou aan de slag. Dat is wel een uitdaging, maar Zeno en ik gaan ons best voor je doen. Ja. Goed? Yes. Nou, dan zie ik je heel gauw weer. Yes. Succes nog even, hè? Geen probleem. Dank je wel. Goed je best doen. Topsport is gewoon kijken.